Ronald, je hebt een hele stevige achtergrond. Lang in de financiële sector gewerkt, vermogensbeheer, depositohandel, heb ik begrepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Mijn leven is iets gecompliceerder dan waar we het nu even over hebben. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al zelfstandig ondernemer. Dus de zelfstandigheid was daarin het belangrijkste. Ik heb ooit geprobeerd om voor een baas te werken, maar dat ging niet. Het zelfstandig ondernemen, ik heb dus vele disciplines doorlopen. En een deel daarvan was in de financiële wereld. En dat kwam omdat zeg maar, in alle andere dingen waar ik in werkte als zelfstandig ondernemer, een eigen damesmodelijn, autohandel, maar ook import-export, daar was ik altijd zo druk mee dat zeg maar, het geld wat ik daarmee verdiende, dat bracht me eigenlijk al richting de financiële wereld. Omdat je had met de import-export te maken met verschillende valuta's. En dan kwam ik bij een beurs om dat bijvoorbeeld om te wisselen, hè, via agenten. En een van die wisselagenten, die zei op een bepaald moment, Ronald, ik kijk nu al heel lang naar je leven. Je bent altijd aan het werk. Je verdient geld, dat zien we ook wel. Maar wat is nou eigenlijk je doel? En toen zei ik van, nou, het enige wat ik wil als zelfstandig ondernemer, dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Want hoe meer geld ik heb, hoe sneller ik, zeg maar, niet hoef te werken. Of totaal vrij ben. Aanzien heb. Alles wat je eigenlijk in deze samenleving met elkaar wil. Althans, zo dacht ik toen. Hij zegt, joh, stop met al die werkzaamheden, al die bedrijven. Ga gewoon in de geldhandel, ga in de financiële wereld. En dat is eigenlijk het begin wat aansluit op hetgeen waar je het net over had. Die man, die had dus een zetel op een beurs. En die deed in valutahandel. Die deed in depositohandel, dus het handelen in vermogens voor renteverschillen. Hè, dat je kan winnen op rente. En daaraan gekoppeld zat dat vermogensbeheer. En die drie samen was een heel mooi pakket, een aantrekkelijk pakket, waar ik op ja zei. Nou, zij zei, oké, je kan mijn zetel overnemen. Ik ga je trainen. Ik ga je inwerken in het netwerk. Maar daartegenover stond dan wel dat, zeg maar, uit mijn winst per jaar, 10% afdroeg nog aan hem. Dus het was een overdracht, het was een verkoop plus een stuk van de winst. Ik zei, ja, prima. En toen zei hij, je moet één ding weten. Als jij je geweten niet in de diepvries kan zetten, en dan niet op min 18, maar op min 100, dan moet je er niet aan beginnen. Oeps. Dat was de boodschap, want je wil veel geld, dat kan je krijgen. Ik kan je helpen, maar er hangt wel een prijskaartje aan de andere kant. Want met een geweten kan het niet. Nou, ik moest daar erg om lachen. Ik was een jonge hond. En vanuit zeg maar, hoe ik uit mijn jeugd in het leven was gekomen, mijn jeugd was niet zeg maar, de meest ideale omstandigheden, had ik al een soort van wereldbeeld, mensbeeld. Hoe bedoel je dat? Dus niet warm, zeg maar, geen warme achtergrond? Mijn moeder heeft altijd heel erg haar best gedaan om zeg maar, de liefde vanuit moeder zeg maar, te geven. Maar daarin was ze beperkt doordat de vader zeg maar, binnen het gezin eigenlijk ervoor zorgde dat we vaak in een soort van oorlogsgebied zaten met elkaar. Dus dat was niet echt een model waarvan je denkt van nou geweldig om hierin te zijn. Maar dat bouwde wel eigenlijk voor een kind wat opgroeit een beeld over de wereld op. Waar ik van dacht van nou, met die mensen en de mensheid, dat is niet echt op en top. Dus daar paste die diepvriezer wel in, zeg maar? Ik was eigenlijk een klein beetje daar al in gewend geraakt om jezelf te beschermen. Dus de diepvriezer aanzetten was voor mij eigenlijk te doen. Ja. Overlevingsmechanisme geworden. Ja, en het beeld wat ik over de mensheid had en over alles om me heen was ook niet zo positief. Ik dacht dus eigenlijk alleen maar aan mezelf. Zo was ik een beetje zeg maar gevormd uit overleving. En ik ben erin gestapt. Nou,
dat betekende dat ik dus langzaamaan klanten kreeg. En naarmate ik steeds beter werd binnen het netwerk, in het werk wat ik deed, kwam ik ook steeds dieper, zeg maar, in die financiële wereld terecht. En dan blijkt, zeg maar, de wereld toch heel klein te zijn. Dat merk je elke keer. En dat was in andere zaken ook. Toen ik in de import-export zat met granen en dergelijke. Dan merk je, oh, dat is ook maar een klein kringetje. En zo is de financiële wereld. Als het gaat om de hardcore. Dus niet over juffrouw Jannie aan het loket bij een bank of zo. Nee, ik heb het nu over, zeg maar, de grote geldstromen die op aarde rondgaan, waar je mee gaat handelen. Je hebt het over de aarde, dus niet over Nederland in het bijzonder. Dat stuk waar je in zit. Nederland speelt wel een bijzondere rol in dit verhaal. Mm-hmm. Maar Nederland is niet het centrum van de aarde. Nee. Nederland is een onderdeel van een groot wereldwijd financieel systeem. Ja. En daarin werk je bijvoorbeeld via beurzen. Hè? Als je officiële transacties wil doen, kan je dat via beurzen doen. Mm-hmm. En heel veel banken die, zeg maar, de geldwisselaars zijn, die hebben bepaalde opdrachten van cliënten waar ze zelf, ja, moeilijk mee weg kunnen. En dan is het handig om dus mensen zoals ik toen de tijd te hebben. Dat zijn eigenlijk de katvangers. Je kan ook zeggen de loopjongen van het grote geld. Die dus, zeg maar, via constructies, hè, rechtsvormen, internationaal, het geld zo gaan bewegen dat het allemaal oké is. Hè, dus dat alle toezichthouders, alle reglementen die er in de wereld zijn, want die zijn er, dat niemand daarin wakker wordt van, hé, hier is iets aan de hand, hè. Zoals we een jaar of 2 jaar geleden een hoop ophef hadden over Panama. De Panama Papers. Ja? Ja. Ja, dan belasting ontduiken. Dan denk ik van, jong, ja, dat ging dan over belastingontwijking. Ja. Ontduiking is alle regels overtreden. Het ging hier om ontwijken. Ja. Maar als je dan ziet wat daar op dat moment gebeurt en denkt van, ja jongens, dat is heel oud nieuws. En wie ben je nou aan het vervelen ermee? Want dit gaat over niks. Maar voor de bevolking is dat geweldig nieuws. Ja. Maar het gaat over niks. Het gaat over niks. Maar het laat wel zien dat er iets in deze wereld loos is. Hè? Dat dus bijvoorbeeld mensen uit Nederland met een bepaalde positie daar bankrekeningen hebben met rechtsvormen, waardoor ze in Nederland geen belasting betalen. Maar dat is allemaal volgens de wetten en de regels. Nou, dat soort constructies was een onderdeel van het werk. Dus als er bijvoorbeeld een wissel was, we hebben wissels gehad, we hebben de eerste boycotten meegemaakt van toen Irak. Dat was in het begin van de jaren 90. Er was een boycot op Irak vanwege de oorlogssituatie die daar was ontstaan. En dan kwamen er dus bijvoorbeeld wij noemden dat de Iraki-dollars kwamen vrij. Die Iraki-dollars, dat waren gewoon Amerikaanse dollars. De Amerikaanse dollar is gekoppeld aan de olie. En daarmee is het een wereldhandelsmunt geworden met een dekking op een grondstof olie. Zolang die koppeling er is, is de dollar nog wat waard. Ja. En de Iraki's mochten de olie officieel niet meer verkopen. Er zat een boycot op. Ja, dag. Er werd nog nooit zoveel olie verkocht, met discounts in dit geval. Omdat er officieel was, mocht het niet. Dus nou, met wat korting ging het gewoon de grenzen over. Ja. En die dollars, want de energie werd toentertijd altijd met dollars afgerekend. Dus die Iraki dollars die kwamen vrij en die moesten ergens naartoe. En dat kon niet zomaar aan een loket, want de controles, de regelgeving, zorgde ervoor dat er een bepaalde bescherming was. Hè, want witwas, criminele organisaties. Toen was dat ook al een beetje. Nu is het terrorisme allemaal. Maar dat was toen ook. Dus dan heb je dus mensen nodig die zeggen, ik pak de hitte wel over. Hè, dus dan werd je uitgenodigd, bijvoorbeeld in Duitsland. En dan kwam je dus in een bankgebouw met kelders. En dan stonden dus hele rijen vol met geldwagens. Zo. En dan denk je, ja, geldwagens. Hè.
kan, transporten, een druk bedrijf. Mm-hmm. Kom maar even mee. En als we dan allemaal vol zaten tot aan de nok met dollars. En dat ze zeggen, dit is allemaal cash en dat moet weg. Zorg maar voor ponden, zorg maar voor Duitse marken, zorg maar voor dit, dat. En het moet zus en zo en het moet dat daar moet en weg. Daar. Hebben we het nu over witwassen? Of? Nou, het verwerken van cash. Ja. Het verwerken van cash op een manier dat het weer legaal binnen het circuit terugkomt. En dat was jouw taak? Dat was een klus die ik en de collega's dan kregen. Okay. He, want je bent nooit alleen, je werkt met collega's. Je kan het niet alleen. Nou, dat kan niet. Je bedoel, je kende Dagobert Duk met zijn schepje. Nou, dat was letterlijk daar, gaan we met de schep staan. Dat was onmogelijk om weg te werken in één keer. Dus dan ga je dus kijken. Vroeger was het namelijk nog normaal dat heel veel met cash gebeurde. Tegenwoordig is bijna alles digitaal. Maar dan ging je dus kijken van hoe ga je die cash wegwerken? Hoe ga je die cash weer op dusdanige manieren in het circuit brengen? Dat ook een land als Irak gewoon weer zijn zaken kan gaan doen. He, want dat is degene die het uiteindelijk heeft. Mm-hmm. En die wil niet dat... Kijk, je hebt het over een soort witwassen. Maar waar het om ging, dat was dat Irak heeft een boycot. Die moest zich houden aan alle regels. En door dus... Weet je, alles wat je in de wereld wil weten... kan je weten door de geldstromen te volgen. Ja. Dat is bottom line. Iedereen kan bla 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 zeggen. Ja. Maar zorg dat je de geldstromen volgt. Ja. Dan kom je alles te weten. Ja. Dat was toen ook zo. Dus het enige wat Irak wilde, dat is dat niemand ze ervan kon betichten, inclusief de partners die het kochten. Hè, want de partners die het kochten waren degene die de embargo's hadden opgelegd. Ik bedoel, het zijn allemaal gewoon vriendjes. Dat denkt iedereen van, hey, deze wereld is met plus en min en zwart en groen. Maar op een hoger niveau is het een spel. Het zijn vriendjes. Ja. Maar ze hebben zich wel te houden aan alle regels en wetten die ze zelf hebben gecreëerd om de rest van de samenleving daar te houden. En dat het niet erg druk wordt in de top. Mm-hmm. Dus je moet wel volgens je eigen regels gaan spelen. Nou, dus hetgeen wat daar speelt, dat is dat je dus wil dat niemand het spoor kan vinden of kan volgen. Hè? Buitenom de top is niemand in de onderlagen die kan volgen wat er nou werkelijk is gebeurd. Compartmentalized noemen we dat, hè? Dus ja. Ieder weet zijn eigen stukje en ja. Alleen de top weet wat er ja. speelt. Ja, maar omdat wij zeg maar het vuile werk deden, ja. moest je heel veel weten. Want wij mochten geen fouten maken. Waar zat jij in de top van de piramide? Zat je een beetje in de top van de piramide? Nou, jij had er contact mee. Oké. Okay. Ik ben niet, zeg maar... voor mijn ego was het geweldig geweest als ik, zeg maar, tot de club had kunnen behoren. Hè? Tegenwoordig mm-hmm. praat je nog over 8.500 mensen in de wereld... Mm-hmm. die de hele wereld runnen. Mm-hmm. Het zou geweldig geweest zijn als ik in die tijd daar ook een zetel in had gehad... Maar concreet, als je zegt de top van de piramide weet 100%, kun je een percentage aangeven waar jij zat qua weten en snappen wat er allemaal gebeurde? In mijn werk moest ik 100% weten. Wow. Het kon niet anders, omdat de belangen waren heel groot. Mm-hmm. Juist voor die top. Juist. En als ik niet alle details wist, kon ik onherroepelijk fouten maken. Mm-hmm. En dat betekent dat je dus een spin-off krijgt, want fouten worden gesignaleerd. Dan gaan dus allemaal mensen die het niet weten, gaan zich ermee bemoeien. Ja. Je praat hierover bijna een onmenselijk zenuwstelsel hebben ja. om op dit niveau te werken. En had je dat? Ja, het ging prima. De vrieskast werkte goed. Ja. Ja. Ja, dat heeft. Ik heb op het hoogste niveau ongeveer 5 jaar gespeeld. En toen was het ook over uit en sluiten. Dat was een heel heftig moment. Daar, ja. Dat gebeurde ineens? Of door een... Nou, ineens, nee. Het punt is... Ik heb één klein voorbeeldje gegeven van wat er binnen die handel speelde. Hè? Dus dat ging dus in dit geval om het omwisselen
van valuta's, van dollars naar andere. Het ging erom dat het veilig werd weggezet, deposito's. En het ging erom dat het vermogen goed werd beheerd. Dus dat het weer ook rendement zou gaan geven. Dat er weer investering kon gedaan worden met het geld. Mm-hmm. Het niveau waarop ik in die 5 jaar ging spelen... en dat gaat niet van de een op de andere dag. Je moet je sporen verdienen. En ik heb de gave om heel snel, zeg maar, allemaal losstaande deeltjes, informaties, op een bepaalde manier met elkaar te combineren. Waardoor ik een totaaloverzicht krijg van waar ik allemaal rekening mee moet houden binnen het speelveld. Dus zeer gedetailleerd. En dat valt op, dat je die gave hebt. En daarom kan ik ook zeggen, mij werd gewoon die 100% gegeven op mijn werkveld, op mijn gebied. Dus ik wist niet alle 100% van hun. Ik wist alles wat ik moest weten in de 100% van de zaak die ik moest draaien met collega's. En daar had ik dan vaak de leiding in, omdat ik heel snel alles overzag. Je kon schakelen ook. Ja, en ik kon ook de innovatie er nog ingooien van hoe los je het dan op. Ik vond dat leuk. Ik vond dat leuk om te creëren op een manier dat je alles en iedereen te vlug af was, te slim af was. Kon spelen met al die regels en dat het allemaal ook nog klopte. Mm-hmm. Dat vond ik een heel leuk spel. Maar aan de andere kant had je een hele hoge verantwoording. En je kreeg steeds meer te weten over de werkelijke wereld. Want via de financiële wereld kom je alles echt te weten. Dus maar je alles? Op welk vlak nou, moet ik dan je klanten, denken? Aan je klanten kon je heel duidelijk een wereld ontdekken, hoe die in elkaar zat. En achteraf gezien wist ik nog steeds niet alles, maar ik wist al wel veel. Want je klanten waren banken, die wilden hun handen ook schoon houden. Ja. Maar binnen zo'n bank zitten dus een aantal mensen die weten donders goed wat er altijd speelt. Dus bij, zeg maar, 1% binnen een bank weet precies wat er werkelijk speelt in deze wereld. Dat moet ook wel, want die hebben dus te maken met al die geldstromen. Maar dat zijn je klanten. Maar je hebt ook uiteindelijk met overheden te maken. Je hebt te maken met multinationals. Je hebt te maken met geheime diensten. Maar je hebt ook te maken met wat ze nu noemen terroristische organisaties. Je krijgt dus het hele palet van groot geld aan cliënteel. En dan zie je ook de verbindingen. Dat staat dan los van elkaar, wat je net zei. Ieder weet een deel. Maar jij zit er middenin. Dus jij ziet steeds meer van, oh, maar nu komt het van dit. En dan gaat het naar daar. En van daar gaat het naar daar. Je krijgt steeds meer informatie en overzicht over wat er werkelijk speelt. En moet je ook al die handen, noem ik het maar even, dienen? Dus als we het nu hebben over terroristen en zo, die dien je ook. Je probeert iedereen tevreden te houden. Ja. Mijn hemel. Ja. Dat was je werk. De borden in de lucht houden. Ja. Ja. En wat een van de dingen waar voor mij een luik openging, dat ik toen eerst niet wist, maar nu wel, dat is bijvoorbeeld geheime diensten. Je denkt dan van geheime diensten zijn in het belang van een land en van een volk enzovoort. Ja, ja. Maar dan blijken dat eigenlijk wat ze nu noemen criminele organisaties te zijn. Mm-hmm. Althans, het systeem is zwaar crimineel. Ja. Het gaat over het financieren van oorlogen, het creëren van oorlogen, het creëren van eigenlijk heel veel ellende in deze wereld. Mm-hmm. Dus ook heel veel strijd. Ja. En dan denk ik van, jeetje, de mensen moesten eens weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Voor die diensten is niets te dol. Nee. Niets. Maar ook hun hebben weer hun geldstromen. Want als hun dus in de handel van drugs zitten, of in de handel van wapens, of in de handel van, noem het maar op, mensen. Al dat geld moet ergens naartoe. Alles moet gefinancierd worden. Maar je zegt als, maar jij kunt bevestigen dat ze dat zitten. Allemaal. Ja. Allemaal. Ja. Dus de hele wereld is niet de wereld van waar we allemaal van denken dat de wereld is zoals die is. Nee. Daar kom je dus achter door dat werk. En waar het bij mij dus misging, om het zo maar te zeggen. Goed ging, uiteindelijk. Ja. Achteraf gezien ja. Is het maar goed geweest. Maar ik kreeg stroomstoringen op de diepvriezer. Ja. Er gebeurden allemaal dingen. Ik kwam bijvoorbeeld op een andere beurs en dan zei een van de collega's daar van, Ronald, weet je nog met die Italiaanse lieren? Ik zeg dat in de lezingen ook wel eens.
Weet je nog met die deals met de Italiaanse lire? Dat we dus de Italiaanse lire gingen dumpen massaal. En waardoor de lire een opdonder kreeg. Het werd op dat moment een mindere positie. Waardoor dus een bedrijf in Italië daar last van kreeg op een dusdanige manier dat het bedrijf over de kop ging. En dat je dan op die beurs hoort van, weet je nog met die succesvolle Italiaanse lires? Ja. En dat ze dan zeggen, weet je dat de eigenaar zelfmoord heeft gepleegd en een gezin achterlaat? Dat soort dingen. Auw. En toen lachten je erom. Ha, 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 met elkaar, allemaal. Wauw. Bescheten op de mensen. Het was gewoon een product. Afval. Alles was afval. Mm-hmm. De natuur, de planeet, alles mocht kapot. Nutteloze meeeters. Als we maar onze doelen haalden. Mm-hmm. Als we maar groeiden. Ja. Veel van mijn collega's gingen ook uiteindelijk aan de drank of aan de drugs. Ja. Ik niet. Had ik beter misschien ook kunnen doen. Of niet. Nee, achteraf gezien is het allemaal goed gegaan en is het mooi dat ik nog leef. Maar al die opstapelingen van al die erge dingen brak door. Kun je een voorbeeld geven nu? Want ik voel dat er heel veel gebeurd is met jou. Ja, het is ook een lastig stukje om te zeggen. Dat voel ik, maar dat is... Als je erover wilt vertellen, prima. En wat je niet kwijt wilt. Ik zeg alleen maar wat ik wil zeggen. Alleen het roept wel dingen op. En ik merk dat omdat ik nu niet in een diepvries zit, dat het me ook erg raakt. Heel mooi. Het raakt mij ook. Maar oké. Kun jij vertellen wat het ergste is wat je hebt meegemaakt? Waardoor je zegt, en daar was voor mij gewoon toen flink. Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk een... Ik heb niet met bloed getekend ergens voor... maar je tekent wel een contract voor je leven... dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daaraan. Maar als het gaat om de meest erge dingen die ik heb meegemaakt... Ik heb net verteld over dingen waar ik stroomstoringen mee kreeg. Het geweten begon dus... Laten we het zo zeggen, ik zat in een opleiding tot psychopaat en ik ben gezakt. Ik heb het niet gehaald, ik ben geen psychopaat geworden. Dat geweten brak door. En het ergste wat mij overkomen was, dat was omdat ik zo'n goed aanzien had, zo succesvol was en zo vertrouwd was met mensen in deze wereld die dus op dat niveau speelden. Ik moet ook zeggen dat de meeste van deze mensen hadden een geloof wat afwijkt van het gemiddelde. Je hebt katholieken, je hebt protestanten, je hebt allerlei soorten van religies. Deze mensen, de meeste daarvan, hadden een Luciferiaans geloof. En dan kan iedereen zeggen, ja, geloof bestaat niet en God bestaat niet, alles bestaat niet. Nou, voor die mensen was het de waarheid en de werkelijkheid. Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemden Lucifer. Mm-hmm. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik wou zeggen, we hebben het nu over het satanisme. Ja. Okay. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, hun heilige soorten mis. En dat was met blote vrouwen en wat drank en dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Ik hechtte weinig of geen geloof aan hun geloof. Of ik was er eigenlijk niet eens van overtuigd dat het überhaupt allemaal wel bestond. Het was meer een schouwspel voor jou. Ja, ik zag gewoon de donkerte en de slechtheid en de diepte daarvan zit in de mens zelf. Ja. Ik koppelde het nog niet zo. Maar ook die kringen verkeerde ik dus in, omdat dat... Ja, als gast, zeg maar. Omdat ik vond het allemaal wel leuk. Al die blote vrouwen en al die dingetjes die daar speelden. Het was het vrije leven. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt.
Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet. Wil je even stoppen trouwens? Nee. Oké. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. Ja. En dat raakte mij zo. Alles ging om. Maar dat is de wereld waar ik uitkom. En toen begon ik dus dingen te weigeren binnen mijn werk. Ik kon het niet meer. En toen werd ik een gevaar. Voor hen, natuurlijk. Ik begon niet meer optimaal te... Ik begon te rammelen en ik had dingen geweigerd. Ik had niet deelgenomen. Want het gaat erom, uiteindelijk in die wereld, dat ze iedereen ook in hun zak willen hebben. Ze moeten chantabel worden. En het chanteren voor mij was erg moeilijk, als ik dat allemaal achteraf bekijk. Dat hadden ze willen doen voor jullie kinderen. Ja. En daar brak ik. Is dat... Jij vertelt nu iets wat mij niet onbekend voorkomt. Wat ze in de politiek ook doen. Als je op internet gaat googlen, kom je wereldwijd genoeg getuigenissen tegen om te weten dat dit geen Walt Disney verhaaltje is. Het is helaas zo dat wereldwijd, en dit is niet alleen van deze tijd, dit is al van duizenden jaren. Ja. Ik heb ook ooit nog een stuk theologie gestudeerd. Zelfs in de Bijbel kom je het tegen bij de Israëlieten. Ja. Een van de redenen waarom de eerste 10 stammen toen uit hun land werden gezet en verbannen werden naar Babylonië, was juist vanwege de rituelen met kinderen. Ja. Inclusief het offeren van kinderen. Dus dit is een lijn. Vanuit al die shit ben ik ook gaan geloven. Omdat ik besefte dat er meer was dan alleen maar hemel en aarde. Er is werkelijk een onzichtbare wereld. Je praat werkelijk over een duistere macht. En je praat ook over een lichtmanifestatie. Dus ik ben maar theologie gaan studeren om te begrijpen waar dit allemaal over ging. En psychologie heb ik begrepen. Ja, alleen dat zat al in mijn eerste leven. Ja. Omdat via commerciële psychologie, massapsychologie, ik wist hoe je zaken naar de hand kon zetten. Dat is eng, want daar zit, als je verder gaat, het Tavistock Instituut natuurlijk, de Mind Control, MK Ultra, ja. Monarch, ja. Al die vormen, ja. Van nee, Mind dat klopt. Control. Dat, maar dat zat allemaal, zeg maar, in je werk zat dit allemaal. Ja. Ik ben daar via mijn werk juist alleen maar zwaarder in getraind. Omdat als je deals zet, moet je ook de media manipuleren. Je moet heel veel manipuleren. Want alles moet lijken als dat het allemaal niet klopt en niet ja. is zoals het is. Alles moet anders overkomen. Zeg maar, je kijkt naar het volk eigenlijk als schapen. Ja. Die je alle kanten... Je zet er een paar bodycollars rond en drijf ze maar. Want klopt. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik het nu nog steeds een beetje zie dat het zo gaat. Dat mensen nog steeds, zeg maar, via de systemen en methodieken die we zelf vroeger deden, nog steeds bejegend worden en dat het nog steeds ook zo gaat. Dat mensen nog steeds maar niet snappen hoe het werkelijk in elkaar zit en nog steeds maar op het niveau zitten van als ik mijn pot bier maar heb en weet ik wat allemaal. Het helemaal op zichzelf gerichte, ook weer vanuit overleven. Ik bedoel, het is het programma wat draait. Maar je ziet nog steeds hoe makkelijk je mensen eigenlijk een kant op drijft. Ja. Als je aan de knoppen zit. De massapsychologie. Ja, en later, pas later, in al die studies en ontdekkingen die ik deed, kwam ik achter een document waar ze allemaal van zeggen dat het onzin is. De protocollen van Zion. Mm-hmm. En ik beveel tegenwoordig iedereen aan om dat hele oervervelende, saaie document toch maar eens te gaan lezen. Bijt er maar doorheen, ga het toch maar lezen. Heb het over het Zionisme ook? Uiteraard. Ja. Als je de protocollen van Zion leest en werkelijk binnen laat komen, gaat begrijpen, dan kijk je eigenlijk in een krant van het dagelijks leven. Ja. Hoe dus vanuit een ultieme macht, want die ultieme macht is werkelijk ultiem geworden, maar dat is allemaal omdat de mensen, zeg maar, niet opstaan. Nee.
niet beseffen wat de werkelijkheid is. En geprogrammeerd zijn, want durf maar eens te zeggen dat je tegen het zionisme bent. Dan ben je antisemiet, dan ben je... dat proberen ze... Het negatieve, je mag zeggen het kwaad, het luciferiaanse, het satanisme, hoe je het wil noemen. Het is een werkelijke entiteit. Ik ben werkelijk erachter gekomen dat wat ook in zo'n Bijbel staat... en het staat niet alleen in de Bijbel, het staat in zoveel boeken... Er is werkelijk een shift geweest, een afscheiding geweest van de lichtmanifestatie. Waarin eigenlijk een club voor zichzelf is begonnen. En een haat, een intense haat heeft. Een kwaadheid heeft. Die maar heel weinig mensen werkelijk op waarde durven in te schatten. Want het is een allesvernietigende kracht die ons haat. Ja. Die haat de schepping, die haat het leven. En zal er ook alles aan doen om ons mensen... te vernietigen. En hoe doe je dat? Door ze uit elkaar te houden. Verdeel en heers, dat klopt. De mensheid is namelijk de manifestatie van het licht. Dat is de werkelijke creatie. Zolang je die maar gescheiden houdt in allerlei zaken... zoals politieke partijen, kleurtjes waar we op afgerekend worden... noem alles maar op. Dan zorg je ervoor dat jouw grootste vijand, vanuit het Luciferiaans gezien... niet tot zijn volle potentie komt, niet tot zijn volle kracht komt. Niet kan gaan staan, want op het moment dat dat gebeurt, dan verdwijnt het. Dan verdwijnt die hele brulboei, dat monster, het monster van meer, die verdwijnt. Wat ik wel eens zeg tegen de mensen, er is een generaal, een oud-Amerikaans generaal... en die zet een hele zaal in het donker. De ogen wennen aan het donker en je ziet werkelijk niets. En het man heeft niks verder gezegd. En die doet paf, een aansteker aan, één lampje. En omdat de ogen gewend zijn aan dat ultieme donker... verschijnt eigenlijk een lichtmanifestatie door dat ene vlammetje in die hele zaal. Iedereen ziet elkaar weer een beetje. En dan zegt hij, kijk, zo krachtig is ons licht. Mooi. Verenig, verenig. Ja. Kom samen. En het hele shitverhaal is weg. Zo snel kan het gebeuren. Ja. Maar goed, dat kan ik nu zeggen. Toen zat ik in de periode dat ik dus langzaamaan afbrak. Kun je daar iets concreters over zeggen? Hoe ging dat? Want je kreeg een aanbod. Ik ging opdrachten weigeren. Dus zeg maar dat geweten, dat brak door. Nou, dat verzoek met die kinderen... Het geweten brak door. Ik ging steeds meer weigeren. Ik kreeg een geweten. Dus ik kon niet meer functioneren. Maar je ging nog wel naar je werk gewoon daarna. Dat kon niet anders, want ik had een eigen onderneming... met meerdere kantoren, met personeel. De tent draaide gewoon door. Dat moet lastig geweest zijn. Dat werd heel lastig. Ja. De spanningen. Dus aan de ene kant zit je met hoog niveau spelen met geld. Daarin moet elk detail altijd kloppen... Klopt een detail niet, vallen de dominostenen en is eigenlijk je hele onderneming, jijzelf, iedereen is gewoon de lul. Dan word je echt afgebrand. Dus daar zitten enorm veel spanningen. En dan heb je ook nog in ene keer al die spanningen binnenin jezelf vanwege een geweten wat begint te zeuren. Ja. Dat is die waarschuwing die ik in het begin kreeg. Doe het niet als je je geweten niet op -100 in de diepvries kan zetten. En dat besefte je toen waarschijnlijk? Ja, ik hoorde mezelf toen nog even lachen om iets waar niet om te lachen viel. Ik heb totaal niet begrepen waar ik werkelijk instapte. En die diepvriezer was uit? Kapot. Ja. Het ging niet meer. Ja. Nou, dat heeft... Dus ik heb het geprobeerd vol te houden. Zeg maar, de schijn. Ik wist ook niet hoe kom ik hier nog uit. Ik zat ook gevangen. Iedereen zat gevangen. Nou, dat heeft uiteindelijk voor een totale crash gezorgd. Mijn lichaam stopte. En het eerste wat ik weer terugzag was een huilende moeder op intensive care. Zo, je kwam op de IC terecht. Ik ben echt oud gegaan. Echt letterlijk gecrashed. Ja. En ik geloofde toen helemaal niks. Maar ik zie het nog. Het was in die hoek. Ik keek naar mezelf. Ik heb gezien hoe ze met mij bezig waren. Nou ja, dat kan je zo noemen. Ja.
Ik heb gezien dat ik niet mijn lichaam ben. Wow. Ik zit in mijn lichaam, maar ik ben niet mijn lichaam. Ik heb gezien hoe ze met me bezig waren. Dat is bij mij later, want ik heb het heel veel jaren niet durven vertellen. Ik heb het echt pas veel later gaan vertellen. Maar toen had ik al allerlei dingetjes onderzocht. Ik ben toen ook gaan geloven, de studies. Ik begon het stoffelijke en onstoffelijke beter te begrijpen. En toen was die intense ervaring, kreeg toen ook een plaatje. Van, hé, ik ben niet mijn lichaam. Mijn lichaam is een voertuig. Maar goed, dat heb ik allemaal doorleefd. Maar ik heb ook lang nodig gehad om te herstellen. Ja? Ja, ik was volledig wrak. Volledig. Alles was opgebrand. Ik was gecrashed. Het lichaam heeft een jaar nodig gehad om te herstellen. Want ik ga nu niet in detail daarover vertellen, maar ik ben zeg maar ook vanuit die groep lichamelijk nogal zwaar behandeld geweest in de afbouwperiode. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat ik voor de rest van mijn leven zou zwijgen. Dus ik ben zeg maar ook meegenomen geweest voor een bepaalde periode. Okay. Behandeld geweest. Al die zaken bij elkaar hebben uiteindelijk de spanningen alleen maar hoog gemaakt. Ik rende letterlijk zeg maar naar mijn eigen einde. Heb je het over abduction, zoals we dat noemen? Of ben je geprogrammeerd, zeg maar, in die periode? Ze hebben mij zeg maar bepaalde martelingen laten ervaren die ervoor zorgen dat je ten alle tijde nooit iets of iemand zal beschadigen uit die wereld. Ja. Dat zag ik toen allemaal niet zo. Dat is allemaal achteraf gepraat. Mm-hmm. Maar het is wel allemaal gebeurd. Dus zeg maar, er is toen in de eindtijd zeg maar, van mijn eerste leven is zoveel gebeurd. Ik trok het niet meer. Ik trok het op geen enkele manier meer. Maar mijn geesteskracht, mijn mindpower was zo sterk dat daar het niet gebeurde. Het gebeurde met mijn eigen lichaam. Daar ging het. Ik wist niet meer hoe verder. Er was geen weg meer. Dus daarom zeg ik soms wel eens, dat is niet waar natuurlijk, maar toen de tijd van had ik maar net als die collega's in de drank en de drugs gegaan, dan had je lekker op een zachte manier weggevloeid. Hè? Want de meesten zijn gewoon dood. Ik heb niet zo, ook al weet ik nog dat er poppetjes rondlopen, er zijn er niet zoveel meer levend hoor. De meesten zijn al dood. Nou goed, ik was ook dood, maar ik ben er nog steeds. Je hebt blijkbaar nog iets te doen. Ja, ja dat mag je wel stellen, ja. Maar dat is, kort door de bocht wil ik niet meer zeggen, want ik weet niet eens hoe lang we hier nu over praten. Maar dit is wel de wereld waar ik uitkom. En als je daar nog dingen over wil weten, dan kan ik je daarop antwoorden. Maar ik had gehoopt het wat korter te kunnen vertellen, maar ik weet niet hoe dat dan precies gaat. Nou, ik dank je in ieder geval heel veel voor dit stuk. Het is nogal, voor mij nog steeds een heel heftig stuk. Ja.